Elke zondag gaat Sylvie naar het winkeltje. Om 8 uur staat ze op of om 8:30. Ze doucht, kleedt zich aan, drinkt een kopje thee, neemt haar sleutels en vertrekt. 500 meter stappen en dan naar rechts. 5 jaar geleden werd Sylvie blind. Dankzij de Brailleliga gaat ze op eigen kracht naar de winkel. Zo geniet ze weer van de mooie kanten van het leven en ontsnapt ze aan de niet bijpassende sok van de kruidenier. Elke dag begeleidt de Brailleliga blinde en slechtziende mensen naar zelfstandigheid.